finale, de man van Os. Inmiddels getrokken voor een halve finale deze race 11. De goede start zien we aan de binnenkant van Bert de Heus. Je moet daar dan samen met de Ken van Dazel die eerste twee posities wel in handen kunnen houden. Gaan we kijken naar die derde man. Dat lijkt Joep van der Brand te zijn. Hij stopt die derde positie. Rechter is de strijd ook voor de strijd om die vierde positie. Op dit moment in handen van Jesse Langens. Hij lijkt de beste papieren te hebben op dit moment. Moet hij natuurlijk nog wel gaan verdedigen. In opzichte van de man hier op zijn eigen baan. Kent dus elk stukje. En zal proberen toch wel een avalletje te plaatsen. De plaat over Wessel van Tilburg. Moet hij geen groot gat laten vallen. Want nu valt er een klein gaatje naar Jesse Langens. En lijkt het toch Jesse Langens te zijn die als vierde meegenomen naar die finale.